We hebben hier zomaar uit een proefveld een aantal rassen gepakt. Als ik begin, dit is een oude getrouwe, de Sunskin. Een midvroeg ras. Ik denk algemeen bekend wel. We zitten nu eind juli, er zit al een mooie bol onder. En wat jij vast hebt, dat is ons nieuwe ras. Die gaat luisteren naar de mooie naam ProMotion. De naam zegt het al, hij is veredeld op basis van genetica uit de Motion, ook wel bekend. Alleen hij heeft als voordeel dat hij wat vroeger is. Dit is een echt vroeg ras. Ik denk dat het wel te zien moet zijn dat de bollen van jouw ras, de ProMotion dus, wat grover zijn. Dat geeft aan dat hij gewoon vroeger is. Vroeger oogstbaar. Dus we zijn daar heel content mee. En voor de rest is het een kwaliteitsras. Dus hard en goed huidvast, maar vroeger. En goed in opbrengst. Ja, dat is het denk ik waar het ProMotion zich aan onderscheidt. Kwaliteit met een heel goede opbrengst. En vroegheid. Wat vind je van het gewas, Kees? Een mooi gewas. Mooi fris groen loof. Ziet er kerngezond uit. En we kijken altijd naar de hoeveelheid loof. Maar het gaat natuurlijk om de bol wat eronder groeit. En hier zitten al wat bollen onder. Het is gewoon een mooi vroeg ras. Waar de markt om vraagt. Kees, hoe groeit dit ras weg? Hij groeit goed weg. Hij kiemt in het begin van het groeiseizoen heel vlot. Maakt snel zijn loofpakket en stapt dan ook heel snel over op bolvorming. Dus de groei in het begin is goed en hij begint vroeg te bollen? Hij begint vroeg te bollen en daardoor is hij ook vroeg oogstbaar. En op welke grond past deze uit? Hij past op alle grondsoorten. Het is een sterk ras, dus hij kan op zware klei, op lichte klei, maar hij doet het ook goed op zandgrond. Wat maakt deze ui nou zo bijzonder? Deze ui is bijzonder vanwege zijn vroegheid en zijn hoge opbrengst. Kees, we staan hier bij een mooie bak ProMotion. Hoe is het ras dit jaar gedaan? We hebben hem getest op heel veel plekken in Nederland, op verschillende grondsoorten. En dan moet je denken aan lichte klei, zware klei, maar ook aan zandgronden en veengrond. En hij heeft op heel veel plekken heeft hij het enorm goed gedaan. Ja, uit de resultaten komt naar voren dat hij het zowel op de lichtere zandgrond, maar ook op de zware klei gewoon heel goed doet. Heel goed in zijn opbrengst, goed in de huid. Sterke spruitrust en harde ui. Ja, in ProMotion verenigen wij het beste uit twee werelden, zoals je zegt. Dus behoud van kwaliteit en een hele hoge opbrengst. Dit ras geeft mooie grove uien met een super kwaliteit.